Welkom op deze eerste bal na de wedstrijd Boerse-Vlaassen en Breedburg, geëindigd op een 1-1 gelijkspel. We gaan dan start met de bezoekende trainer meneer Vrevels. Welkom. Graag uw analyse op deze wedstrijd. Ik heb moet zeggen dat we hier gestart zijn. De eerste 20, 25 minuten heel moeilijk. Als die bal niet vasthouden, dat het dan boven is. Ook in het bijsluiten. Het is hetzelfde probleem als vorige week. En ik moet zeggen dat de 1-0 voor een meter de wedstrijd denk ik één klein kansje. Dat was te weinig. En ik heb gezegd de rust ook van kijk, wij gaan spelen in de ruitvorm. We zijn plat begonnen. We zijn in de ruitvorm begonnen. Omdat er zoveel ruimte lag tussen de minus van Lierse. En vanaf dat moment hebben we Lierse volledig in de macht. En tegen de andere kant druk naar voren gezet. Pressing ongelooflijk van die jongens. Dat is de eerste keer dat ik dat zie van de laatste omgeving. Dat ik in de kracht van leven heb. We scoren op de recht denk ik 1-1. En dan krijg je die domme rode kaart. Dan krijg je ja, toch met 10 mensen te staan. En dan zie je toch wel de weerbaarheid van deze groep. Want we krijgen nog 2 open kansen om te scoren. Want we zitten een uitspelen van scoren. Hier is ook iets meer druk, dus lopen, dat is ook heel hoog. Als je niet meer druk had, dan kon ik een kans om te winnen. Ik heb gewoon een team gezien vandaag. Want iedereen zijn rust. Die groep is dood. Die is weg. Die is, ik heb de jongens gezegd, man, die gaan weer opstaan zoals het hoort. Zoals ik het hoop. Druk naar voren toe en speelt dus de ruimte tussen de linies in en de linies gaan. En al die altes is het eerste punt. Ik kan niet meer zeggen, bij de eerste 6 punten staan. En we komen met 2 punten dat hij moest doen. En uit deze basis nu positief kijken naar die groep en dat we verder werken. Oké, dank u meneer Brepels. En Mr. Stojanovic, also please your analysis of this game. First of all, good evening to everybody. Before I start, compliments to the people who cleaned all day the field, and it was really nice to see after the weather condition in the morning that the field was such a good condition. Of course, we start with the wish to win the game and to make ourselves more comfortable next games. We get an early lead, after that we had 2 or 3 chances to make it even better result for us. We were not concentrated. In the second half, we didn't start like we planned and like we did in the half time. But they only put the pressure to us in the center. Missing areas, so they tried to create some chances. Of course, they were very, very dangerous from the set pieces, and after the red card, we were not so concentrated, we were not patient, we were too nervous to make some good actions, and after that we didn't try to have a clear chance for goal. It was several hard chances, but nothing special, so that's it. Thank you, Mr. Stojanovic. Dan kunnen we nu overgaan naar de vragen uit de zaal. Mr. Stojanovic, before the game you said after Saturday you will know more about our future of our season and what are your conclusions after this tournament? It's difficult to say, of course, it's even harder, and every time it is harder if you want to collect the points. For us, it's draw, not enough in this moment, and of course, we cannot be happy. You need some more quality, you had some players today. How do you judge your there? I never speak immediately after the game. It's, of course, when I do the analysis, I must watch again the game and take some reports of the game. And. There was something in the middle. Of course, it's a first game to play in this team. It's not easy to start with 4 or 5 players and everything will be fine. If that can be so easy, everybody will do it. So we need, of course, also the game, but we don't have the time. So it's like a circle, but of course in some parts they were good, in some parts they must be better. Thank you.
said before, this was one step which we didn't succeed and we didn't make it in the right direction. And because 3 points make us a lot easier, we come closer to our opponents. Now it's the difference almost the same, it's still 7 games. It's plenty of chances, but of course every next game, if you don't win, you cannot hope for getting out of this position, because draws are not enough for us. Fortunately, not enough in these situations. Ja, natuurlijk moet je winnen. Dat is logisch, maar ik denk als je de wedstrijd bekijkt, als je het goed samenvat op de wedstrijd, ik ben trainer ben nu, ik zie de resultaten, was er eerst een half uur heel sterk, dat was het nummer. Vandaag is het heel moeilijk gestart. Ik zeg niet veel kansen hebben weggegeven, maar ik kom 1-0 achter. En dan moet je op de bak 2,5, dan weet je ook dat je soms een kans van nieuwe krijgt. Maar de manier waarop we gespeeld hebben, 2,5, dat moet je ook geven. Want ik denk, dat is ook mijn spel zo'n beetje vooruitverdediging. Ik kan liever achteruit kruipen. En dan zie je 2,5 uur dat ik heel de pak heb. Ik heb ook een beetje de veldzet een beetje veranderd. Dat ook achteruit is dus de winst voor ons nu. En dat is ook de basis van onze vertrouwen in de toekomst. En ik zeg nu, we kunnen wel een nummer laten doen. Als we moeten komen, iets meer te spelen. Maar als je alles bekijkt met 10 man, komen we, denk ik dat we moeten tevreden zijn met een boete. Ik ben nooit tevreden, dus we moeten het land willen winnen. Dit hoofdstuk is definitief afgesloten. En ik zie ook geen energie meer in. Ik wil rust in het team hebben en ik wil geen onrust. En Colin is een fantastische keer, een hele goede keeper. En wat allemaal gebeurd is deze week, was voor het team niet goed. En ik ben heel blij dat Kenneth vandaag heel goed keeper heeft staan. Hij heeft heel goed gedaan. Want het moet maar doen onder druk. Ga de eerste keer in de goal. En dan komen we dus de tweede bij, denk ik. Afsluiten en zeggen dat ik volgende week zondag hier tegen Standaard.